Ja, maar jullie zijn heel erg druk bezig geweest. Want jullie hebben een prachtige startheuvel en er zit nou een overkapping overheen. Klopt, de overkapping stond nog op de planning. Twee jaar terug hebben we de hele baan gedaan en de overkapping die zou daar eigenlijk direct achteraan. Financiën hadden we nog niet helemaal rond. Financiën nu rond en nu is de overkapping ook een feit. Het is wel iets anders geworden natuurlijk als dat die oorspronkelijk zou worden. We hadden nog gedacht om er een 5 meter heuvel van te maken en dan de overkapping erop. Ja, 5 meter heuvel, ja, wat houdt dat in? Dit is een 3 meter heuvel, vrij standaard. De meeste clubs in Nederland hebben nog een 3 meter heuvel. Nieuwere clubs hebben een 5 meter heuvel. Op het moment dat je dus de 3 meter heuvel aanpast naar een 5 meter heuvel, moet je ook je eerste stuk aanpassen. Hadden we nog meer technische dingen, Park Vermeer erachter en de financiën hebben we daar gewoon niet voor. Dus we hebben nu gekozen voor een tussenvariant. Overkapping, die als hierop staat, kunnen we in 1 keer 2 meter naar achteren zetten, hoger. En dan zouden we dan de baan, dus we moeten nog eerst eens even weer sparen. En wie weet, over een aantal jaren kunnen we dan de 5 meter heuvel nog maken. Een flexibele overkapping. Zo is het wel in samenwerking met Staalservice. Staalservice Hardenberg heeft dat getekend. Die hebben ook alles ingetekend. Alles past ook mooi. Dat is ook wel wonderbaarlijk, want zo'n startheuvel wordt neergegooid en dan keerwanden, alles verzakt, wel heel iets. Die overkapping is door hun ingetekend, uitgewerkt en die is nu zo gemaakt dat we, als we naar een 5 meter heuvel, is de kwestie van de kraan erbij, ietsje omhoog en naar achteren. Oh, mooi. En het ziet er ook super goed uit. Maar dan zondag hebben jullie nog wedstrijden, hè? Zondag is de laatste AK, dat is van de KMU. Dat is de laatste wedstrijd van van de regio hier zo. Regio Noordoost. Wij zitten als laatste. Degene die dan bij de top 8 van hun leeftijd zitten, die krijgen na afloop direct een beker. De laatste wedstrijd, en het wordt mooi weer, de laatste wedstrijd komen vaak wel veel rijders op af. Ook denk ik omdat het een mooie baan is en het wordt mooi weer in combinatie. We verwachten dus redelijk wat rijders komende zondag. Kijk, want hoe laat begint de wedstrijd? Training begint vanaf 9:30 tot 11 ongeveer en dan beginnen de wedstrijden. En de wedstrijden die zijn maandjes, kwartfinale, halffinale, finales. Ongeveer om 3 uur, 3:30 is het afgelopen. Dus de meeste spanning zit tussen 1 en, zullen we zeggen, 3 uur. Mooi is toegang is gratis. Toegang is gratis en het weer, ja, ook niet in de hand, maar zoals nu, het is mooi.